Ik begin maar met de vraag waar ik het kortst over wil hebben. Kunt u het coronavirus duiden in het licht van de eindtijd? Ik zou zeggen, als u zo vriendelijk wil zijn het internet op te zoeken, vooral in Amerika. Ik denk dat die mensen ervoor betaald worden, ik weet het niet, maar je vindt zo ongelooflijk veel profeten die daar onmiddellijk weer een teken van de eindtijd in zitten. Ik zal u één ding zeggen. In de tijd van de pest in Europa, in de 14e eeuw, is 1/3 van de bevolking van Europa omgekomen aan de pest. In Nederland, tot nu toe 1 miljoenste of zoiets. Zolang hier in Nederland nog niet wereldwijd 10% van de mensen daar omgekomen zullen zijn, zal er heel veel massahysterie aan te pas komen. Iemand zei al aan het eind van 2020, en je kijkt terug naar het gemiddelde sterftecijfer, zul je nauwelijks over de hele wereldbevolking een stijging waarnemen. Laten we allemaal heel goed ons best doen om het niet te verspreiden. We geven geen handjes, maar alsjeblieft, laat je niet meeslepen door de massahysterie. Bij de Jumbo vanmiddag waren alle toiletrollen op. Zoiets krankzinnigs. In plaats van die mensen nou nog eten in huis halen. Maar iemand heeft gezegd, er is een run op toiletrollen. En dat werkt dan zo, dat iedereen dus onmiddellijk denkt van, ah, maar ik moet er ook nog wat hebben. Het is massahysterie. Dus in die zin zou je het een teken van de eindtijd kunnen noemen. Om te laten zien hoe weinig ervoor nodig is. Trump heeft vanavond, kan ik jullie officieel meedelen, de noodtoestand uitgeroepen. Terwijl daar pas op 350 miljoen mensen 1500 besmettingen zijn. It's a mad, mad, mad world. En nu later, als het coronavirus lang voorbij is, geachte luisteraar. U denkt, waar hebben ze het over? Precies. Er is in Psalm 107, we hebben het ook over Psalm 107 gelukkig, een paar keer sprake van een stad om in te wonen. Ook van het tegendeel, woestijn en wildernis. In deze tijd zien we wereldwijd verstedelijking en mensen wegtrekken uit het platteland. Wat kunnen we in deze psalm leren over hoe God steden ziet? Ik zal het u vertellen. Als je wel eens Jericho gezien hebt, hoe groot dat was in de tijd van de intocht. Nou, dat stadje van toen kan wel 100 keer in Waddinxveen verdrinken. Dat was zo ontzettend klein. Trouwens, als je kijkt naar de ommuurde steden van Nederland, die er geen muren meer hebben, maar als je kijkt naar die stadjes, zie je allemaal hoe verschrikkelijk klein ze waren. Verstedelijking is totaal iets anders dan wat wij vroeger onder steden verstonden. Daar gaat het over steden van 10 miljoen, 20 miljoen. In Wuhan, iedereen in de wereld weet nu wat Wuhan is. Wist ik ook van tevoren niet. Daar was geloof ik, zelfs al zouden daar 10.000 mensen omkomen. Het is een stad van 11 miljoen mensen. Mag u uitrekenen hoeveel procent 10.000 dat is. Maar zoveel mensen zijn er helemaal niet omgekomen. Maar dat zijn verstedelijkingen, daar gaat het in de Bijbel helemaal niet over. Een stad is een ommuurde ruimte om de bewoners daar te beschermen. We beginnen in Nederland ook altijd als marktplaatsen. Zo'n markt met die kooplieden moet beschermd worden, dus komt er een muur omheen. Het is zo klein. Waar we nou wonen, gaan we graag naar een van onze geliefkoosde steden, dat is Buren. Weet u wel, de eerste vrouw van Oranje was Anna van Buren. Nou, je kunt daar dwars doorheen lopen, dat is ongeveer 10 minuten. En dan nog eens een keer dwars erop, dan heb je de hele stad gehad. Maar het leuke daarvan is dat hij nog grotendeels in de muren staat. Muren om Buren, kun je wel zeggen. Maar dan zie je, wat? De kanonnen. Ja, ze worden geloof ik niet meer gebruikt. Om alle toeristen op een afstand te houden. Dit is een ontzettend leuk plaatsje. En zo zijn er zoveel van dat soort leuke plaatsjes. Maar een stad, dat is niet te vergelijken natuurlijk met wat wij vandaag noemen, het probleem van de verstedelijking. Want dat is natuurlijk een groot probleem. In Zuid-Afrika, puur om economische redenen, wat we natuurlijk zelf vaak waargenomen hebben, trekken de mensen massaal naar de stad waar geen woonruimte is. Met het gevolg die geweldige plakkerskampen, zoals dat heet, om die steden heen.
Ik heb wel meermalen gepreekt in zo'n plakkerskamp tussen de hutjes. Weet je hoe moeilijk het is om daar een zaal te bouwen? Want die zaal moet je in één nacht bouwen, want anders wordt die de volgende nacht weer leeggestolen. Dus je moet meteen zorgen dat die afgesloten is en overdekt en op slot. Van pure armoe. Honderdduizenden mensen die daar in hutjes wonen. Dat is verstedelijking, de aantrekkingskracht van de stad. We hebben ooit een huisje gehad in Frankrijk, waar dat om ons heen gebeurde. Die plattelandsplekken, die liepen gewoon leeg. Alles trekt naar de stad, puur om economische redenen. Dat is heel begrijpelijk. Gelukkig dat de Bijbel daar het niet over heeft. Dat mogen we zelf uitzoeken. En net zoals hoe je een computer ontwerpt of hoe je een koek moet bakken. Dat staat ook allemaal niet in de Bijbel. Of hoe je een blinde darm moet opereren. Er zijn ook nog dingen die we zelf hebben mogen uitzoeken. En als het dus in de Bijbel gaat over een stad ter woning. Zelfs Jeruzalem, ik realiseer me vaak dat ik van Jeruzalem, en dan bedoel ik dus West-Jeruzalem, eigenlijk weinig gezien heb. Een keer doorheen gereden, een keer zus en een keer zo, maar is eigenlijk niet interessant. Wat interessant is, is die stad waar je in 10 minuten van noord tot zuid doorheen loopt. Dat is Jeruzalem. Het is nog steeds klein en het zal ook altijd zo blijven. Ook al zullen er nog zoveel nederzettingen omheen verrijzen en zoveel flatgebouwen. Een stad is een ommuurde plek. Dat is trouwens meteen een leuke paradox. Want in het Messiaanse tijd, ik geloof dat het Zacharia 2 is dat het zegt, daar zijn die muren natuurlijk ook helemaal niet meer nodig, want die stad hoeft niet meer beschermd te worden. Dus heb je een stad zonder muren. Dat kan dus ook. Maar het is geen verhouding tot Londen en Parijs. Trouwens, we hebben in Nederland nog niet eens echt grote steden. We hebben geen enkele stad boven een miljoen. Zelfs Amsterdam is geloof ik 900.000, nog minder. Nog niet eens. Dus valt allemaal wel mee. Ja. Nou, ik hoop dat ik dit probleem ook tot enige tevredenheid heb opgelost. Hoe verhouden zich nu precies Gods belofte en Gods geset? Dan moet je uitgaan van het concept van het verbond. Gereformeerden zijn daar verschrikkelijk goed in. Evangelisch moet dat even nader uitgelegd worden. Maar je bent pas goed gereformeerd als je gelooft dat de relatie tussen God per definitie verbondsmatig is. Ik ben niet goed gereformeerd, want ik vind bijvoorbeeld de relatie vader-kind heeft niks met het verbond te maken. En die vind ik veel belangrijker. Je zou zelfs kunnen zeggen, Christus en zijn bruid, dat is nog verbondsrelatie. Het huwelijk wordt in de Bijbel vergeleken met een verbond. Maar dat verbondaspect, dat is er natuurlijk wel. De Heer Jezus heeft zijn bloed gegeven. Het is het bloed van het nieuwe verbond. En daar hebben wij ook deel aan die zegening van het nieuwe verbond gekregen. Maar een verbond, hoe je het ook noemen wil, het betekent God doet belofte aan zijn volk. En dat doet hij ook aan ons. Hij heeft ook aan ons beloften gedaan. En hij verwacht daar ook iets voor terug. In de laatste decennia is daar veel theologisch onderzoek naar gedaan. Wat voor soort verbonden daar nou bij aan gedacht moet worden. En het belangrijkste verbond is, dat kennen wij ook wel uit de vaderlandse geschiedenis, uit de Europese geschiedenis, dat is het verbond waarbij een koning en zijn vazallen samen zo'n verbond sluiten. De koning, die kan zijn vazallen commanderen, doet hij ook. Hij legt in het verbond vast dat als er een noodsituatie is, als er oorlog is, dan moeten die vazallen, dat zijn dus die lagere edellieden, de hertogen en graven en baronnen, die moeten dan hem te hulp snellen. Dan moeten ze een eenheid achter de koning gaan staan om de koning te beschermen en het land te beschermen. Maar omgekeerd belooft de koning hen van alles. Hij belooft dat als zij de problemen komen, hij er voor hen zal zijn. Het is dus niet een relatie tussen twee gelijkwaardige partners, zoals bij een huwelijk. Maar het is een relatie van een koning die dus bevelen geeft aan zijn vazallen. Die moeten ze opvolgen. Maar tegelijkertijd doet hij beloften. Als je kijkt naar het belofte van het verbond van Sinaï, dan zie je aan de ene kant dat aan de kant van het volk daar de wet gegeven wordt, Torah. De 10 geboden, heel specifiek. Maar die 10 geboden maken deel uit van een verbondsrelatie. Daarom begint het ook met ik ben de Heere uw God die u uit de slavernij, het diensthuis van Egypte hebt uitgeleid. We staan met elkaar in een relatie. En je belooft elkaar, net zoals bij een huwelijk, je belooft elkaar bepaalde dingen. En God belooft ons ook bepaalde dingen. Maar hij staat boven ons en hij verwacht van ons dat we zijn geboden volbrengen. Dat zijn onze beloften.
Zo kunnen we zeggen, aan beide kanten worden beloften gedaan. Die beloften van God hebben vaak de vorm van profetieën. Het kunnen lange termijn beloften zijn. Bij het verbond van Sinaï hoort uiteindelijk een stad en een land en een tempel en een koninklijk huis, et cetera. Dat zijn de vier belangrijkste elementen. Dus van zijn kant zijn er niet alleen maar beloften van ik ben met jullie waar jullie gaan of staan. Nee, daar zitten ook al die messiaanse profetieën in. Ze hebben altijd dat kader van het verbond om zich heen. En daartegenover staat dan, zoals ik zei, de wet van God, de geboden die wij moeten volbrengen. Hoe gaat het nou mis in zo'n verbond? Niet van Gods kant. God kan niet falen daarin. Het gaat mis doordat wij aan de Torah, zal ik nog maar even zeggen, ongehoorzaam zijn. Daar gaat het mis. En dan zegt de Heer, hey, jullie houden je niet aan jullie kant van het verbond. En daar horen bepaalde tuchtmaatregelen bij. En dat zie je in deze psalm dus elke keer weer terugkeren. Het is elke keer hetzelfde patroon. Jullie dwalen rond in de woestijn, of jullie zitten gevangen in koper en ijzer, of jullie, enzovoort. En dat betekent, die verbondsrelatie moet dan hersteld worden. En die wordt hersteld doordat het volk zich verootmoedigt over die zonde. En dan schenkt God vergeving. En dat, die verootmoediging komt altijd van een overblijfsel. Het volk als geheel bekeert zich niet, waar dat lijkt te gebeuren, zoals bij de opwekkingen onder Hiskia en Josia, daar lijkt het hele volk zich te, maar dan zie je later, daar komt niks van terecht. Het is altijd een overblijfsel. Shaar Yashuv, Jesaja 10, een overblijfsel zal zich bekeren. Zo is het altijd. Daarom durf ik rustig te zeggen, al degenen die nu in Israël wonen, krijgen deel aan het Messiaanse Rijk langs de weg van bekeringen, wedergeboorte. Er is geen andere weg. Zo is voor ons ook. Alleen bij ons gaat het dan niet zozeer onder het aardse land specifiek, maar het principe is hetzelfde. En dan zal God van zijn kant ook weer zijn belofte vervullen. Maar het bijzondere is nu, en daarom kun je dat verbond ook nooit losmaken van Christus. Christus volbrengt dat verbond van zijn kant namens ons op een volmaakte wijze. En daarom zeggen we nu in het licht van het Nieuwe Testament, God kan zijn belofte alleen aan ons vervullen in Christus. Ik citeer nou voor de derde keer 2 Korinthe 1. Dat betekent alleen voor diegenen die in Christus zich verootmoedigen tot God. Wie er zonden weggenomen zijn door het bloed van het nieuwe verbond, het bloed van Christus, alleen diegenen krijgen deel aan de zegeningen van dat nieuwe verbond. En wat is dan het nieuwe verbond? Het nieuwe verbond wordt in eerste instantie, het nieuwe verbond is in feite het oude verbond plus Christus. Nou, dat is de kortste definitie en dat ga ik nu uitleggen. Want het nieuwe verbond is niet zozeer een verbond dat het oude vervangt. Het is de nieuwe versie van het verbond. Dat wil zeggen, het oude verbond was compleet in zichzelf op één ding na. Christus was nog niet gekomen. Het oude verbond vooronderstelt dat komen van Christus. Het wijst daar voortdurend naar. En dat is wat de Hebreeënbrief uitlegt. De hele Hebreeënbrief heb je nodig om dit ene punt goed te snappen, maar dat is dan ook van enorme betekenis. Doordat Christus, want Christus heeft, ten eerste wat hij doet is de zonden wegnemen, die onder het oude verbond zijn begaan. Want je kunt wel je berouw hebben, maar daarmee zijn die zonden nog niet weg. Ze moeten ook uitgewist worden. En in het Oude Testament, bij de Sinaï, in Exodus 24, zie je dat Mozes spreekt over, dit is het bloed van het verbond. Hij besprengt het volk met het bloed, maar dat is het bloed van die slachtoffers die gebracht zijn. De Heer Jezus gebruikt bijna dezelfde uitdrukking in Matthäus 26. Maar hij zegt, dit is mijn bloed van het verbond. Dat woord nieuw hoort er waarschijnlijk helemaal niet thuis. Dat staat wel in Lucas 22. Mijn bloed van het verbond. Het nieuwe verbond is het oude verbond plus Christus. En wat Christus doet is, hij neemt de zonde weg. Trouwens ook van degene in het oude bedeling natuurlijk, al die werkelijk zich van God verootmoedigd hebben. Al wisten ze nog niet van dat werk van de Heer Jezus. En het is ook in Christus dat God dan zijn belofte waarmaakt. Want hij is degene die als de koning der koningen, de Heer der heren in het Messiaanse Rijk op de troon zit. En
Dus dat betekent ook voor ons dat geset betekent godvrezendheid. En godvrezendheid, oftewel vroomheid, godsvrucht, dat heeft niks met vruchtdragen te maken. Godsvrucht is een verbastering van het Duitse Gottesfurcht. Dat is de vreze Gods. Het is altijd verbonden met de gehoorzaamheid aan zijn geboden. Wij staan onder de wet van Christus, niet onder de wet van, niet strikt genomen, niet onder de Sinaïtische wet, maar onder de wet van Christus. Die in de morele kern natuurlijk precies hetzelfde is als de wet van Mozes. Maar dat betekent dus ook, niet alleen maar bekering, bekering is maar het beginnetje. Israël moet dan opnieuw de Here gaan dienen. Daarom zegt hij ook bij de instelling van het nieuwe verbond in Jeremia 31... Niet alleen maar dat hij hun zonden niet meer zal herdenken, dat is negatief. Die zonden zijn uitgewist door het bloed van Christus. Maar hij zegt ook, ik zal mijn Torot, meervoud van Torah, in hun harten schrijven. Met andere woorden, het is niet alleen maar bekering, het is ook wandelen in de weg van de Torah. En dat geldt voor de Nieuwtestamentische gelovigen ook, al heet dan die woord Torah, de geboden van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt ronduit, Johannes 14, wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Als je zegt dat je de Heer Jezus lief hebt, dan laat je dat in de eerste plaats zien doordat je zijn geboden onderhoudt. Daarom luisteren we niet naar iemands mooie bekeringsverhaal, want dat is maar van beperkte waarde. We kijken naar de vruchten. We kijken naar iemands toewijding, we kijken naar iemands liefde. En die komt tot uitdrukking in het onderhouden van de geboden. Als iemand zegt dat hij God lief heeft, zegt Johannes in de eerste brief, maar hij onderhoudt niet de geboden, dat is allemaal waardeloos. Dat heeft geen enkele betekenis. Dus in die zin is, en dat hebben de Calvinisten wel goed begrepen, is natuurlijk ook een heel sterke parallel tussen Oude en Nieuwe Testament. Dat grote verschil is alleen, aan het oude verbond ontbrak Christus. Dus ook het ware offer. En nu is de Heer Jezus gekomen, vandaar dat nu dat nieuwe verbond in Christus verwerkelijkt wordt. Hij neemt de zonden weg onder het oude, die onder het oude verbond zijn begaan. Hij vernieuwt ons en door zijn geest helpt hij ons om de geboden van het nieuwe verbond te volbrengen. Dat is, betekent gewoon discipel te zijn van de Heer Jezus, volgeling van de Heer Jezus, hem na te volgen en te dienen. Het begint met de bekering en de wedergeboorte en vervolgens worden we geplaatst onder de geboden van Christus. En dat mogen we best eens vaker tegen elkaar zeggen. Als je uit het doopwater tevoorschijn komt, Matthäus 28, gedoopt tot de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en dan vervolgens, en dan moet je ze leren te onderhouden, al wat ik u geboden heb. Zo mooi, wij houden meer van Lucas 24, bekering en vergeving van zonden, dat is zo lekker evangelisch. Maar Matthäus 28, daar zie je dat, hoe maak je van iemand een discipel? Hoe maak je een discipel van de Heer Jezus? Stopt hem onder water, haalt hem er weer uit en vervolgens gaat hij op school. Hij krijgt instructies in het navolgen van Christus. Dat is een discipel van Jezus. Een discipel van Jezus is iemand die in zijn spoor wandelt. En in die zin is er dus een grote overeenkomst. En kun je dus ook die hele preek van vanavond weer overnieuw doen en dan helemaal aan het sluitend op ons toepassen. Dat kan natuurlijk ook. Dat is dan wel toepassing. Maar het principe is hetzelfde. We zitten in de nadigheid door onze zonden. We doen daarover, verontmoedigen ons daarover. Hij redt ons uit onze zonde, uit de zondemacht in Christus. En we loven en we prijzen de Heere God daarvoor en dienen hem. En dan heb ik nog één schriftelijke. Situatie 3 is mij niet duidelijk. Woestijnreis, Babylonische ballingschap. En wat was nou nummer 3? Ja, ik heb dat heel voorzichtig als parallel aangewezen. Maar probeer je de situatie in het boek Handelingen voor te stellen. We hadden net over de doop. Ze zeggen tegen Petrus, degene die in hun hart geraakt zijn op de Pinksterdag, zeggen tegen Petrus, wat moeten we doen om behouden te worden? En dan zegt Petrus, bekeer u. Heb berouw over je zonde, betekent dat. Laat je dopen. Want daarmee laat je zien dat je het ook echt werkelijk meent en dat je niet meer wat moois zegt. En dan zegt hij even verder, laat u behouden uit dit verkeerd geslacht. En het bijzondere daarvan is, daarom snap ik best dat dat wat moeilijker te begrijpen is, dat die mensen waren in het beloofde land. Maar ze waren net zo goddeloos, ook al waren ze uitwendig nog zo godsdienstig. Dan moeten jullie je bekeren en in dit geval betekende dat concreet zich bekeren tot de Messias.
die God gezonden had tot hen. Daarom zei ik ook, daar staat, hij zond zijn woord uit. Want de Heer Jezus was het woord van God dat in deze wereld gezonden is. Dat is dus niet de eerste uitleg, dat is een toepassing. Maar het is iets wat in die tijd werkelijkheid werd. En daarom zei ik ook van Johannes 10, hij haalt zijn eigen schapen uit de stal van Israël en brengt ze onder in die grote kudde van schapen, zowel uit de volkerenwereld als uit Israël. En dat is zijn gemeente, die behoren bij hem. En dat was een heel bijzondere wijze waarop toen veel Joden zijn gered. En die werden zelfs heel concreet, heel letterlijk bewaard voor die verschrikkelijke oorlog waarbij Jeruzalem en de tempel verwoest werden in het jaar 70 door de Romeinen. Toen waren zij in veiligheid. Dat is heel, heel merkwaardig. Maar dit is een parallel en als je er niet in wil zien, dan vind ik het ook best. Maar op zichzelf is het niet zo concreet fysiek, hè? Buiten het land en dan teruggebracht in het land. Nee, hier waren ze in het land. En ze waren niettemin in een verdorven toestand. En ze worden uitgered door deel uit te gaan maken van de kudde van de Heer Jezus. Nou, dat waren de schriftelijke vragen. Dus als u nog een mondelinge vraag hebt, is dit uw kans? Ja, ja. Heb je het nou een beetje spijt van dat je dat gezegd hebt? Begrijp ik dat nou? Ja, want je hebt Oudel niet geciteerd, je hebt de Bijbel geciteerd, notabene. Ja, het staat in Johannes 14, Lucas 14. Je moet je voorstellen wat een mooie situatie. De Heer Jezus loopt daar en achter hem loopt een hele schade van allemaal nieuwsgierigen. En die lopen allemaal achter hem aan. Die willen allemaal een sensatie beleven, willen thuis kunnen vertellen van een wonder dat ze meegemaakt hebben of spectaculair. En ineens draait hij zich om. De voorste mensen botsen tegen hem op. De hele menigte komt tot stilstand. En dan roept hij drie dingen. En ik vat ze even kort samen. Als je mij niet meer lief hebt dan zelfs je eigen vrouw of je kinderen of weet ik wie, dan kunnen we nou naar huis gaan. Dan kun je mijn discipel niet zijn. Je zou daar Johannes 6 bij kunnen zeggen, waar heel veel mensen zeggen, deze reden is hard. Wie kan haar horen? Nou, als dat het is, nou, dan gaan we maar weer naar huis hoor. Dat is, nee zeg. En ten tweede zegt hij, als je niet dagelijks je kruis opneemt, dus niet elk huisje heeft zijn kruisje, dat is een kruisje dat je opgelegd wordt, dat komt helemaal in de Bijbel niet voor, maar dit is een kruis dat je zelf op moet nemen. Je wordt 's morgens wakker en dan tegen de muur van je slaapkamer staat dat kruis. En je kunt besluiten, laat ik het nou eens een dag rusten, dan gedraag ik me dus net als de mensen in de wereld, of neem ik het toch weer op mijn nek. In de navolging van Christus, waarbij ik dus evenzeer vervolging en verdrukking of zelfs martelaarschap zou kunnen verduren zijn. En de Heer Jezus zegt, als je niet bereid bent consequent achter mij aan te gaan, wat het je ook betekent, dan kun je nou naar huis gaan. Dan hoef je geen discipel te zijn. En de derde, als je niet afstand doet van alles wat je bezit, dat betekent niet per se dat je alles moet weggeven, maar wel dat je het allemaal ter beschikking hebt gesteld van de koning. Dus dan kun je jezelf op de proef stellen, hè, hoezeer je eraan vastzit. Maar als je niet alles ter beschikking stelt aan de koning, je zei straks al over nederigheid en verootmoediging. Je kunt ook heel concreet zeggen, als je niet alles ter beschikking stelt van de koning, kun je straks ook niet rijk zijn in het koninkrijk van God. Hoe meer je vastklampt aan dat wat je nu hebt, des te minder zul je straks hebben. Dus in een heel concrete context geeft de Heer Jezus dat drie beginselen van discipelschap die de moeilijkste zijn van het hele Nieuwe Testament. Dus je neemt wel even een moeilijke passage. Maar goed, dat zijn er drie. In Matthäus vind je de vier, heb je er samen zeven. Dat is leuk voor de volgende keer dat iemand ernaar vraagt. En dat zijn de vier plaatsen waar hij zegt, als je niet dit of dat, kun je het koninkrijk Gods niet binnengaan. Nou is de ellende daarvan weer, dat een hoop mensen denken dat dat de hemel is. Koninkrijk de hemel is de hemel. Dus over de binnengaan in de hemel, daar gaat het helemaal niet over. Koninkrijk de hemel is hier op aarde. Het is een hemels koninkrijk op aarde. Maar het betekent gewoon precies hetzelfde. Hoe word je discipel van de Heer Jezus? Dan zegt hij, moet je van een andere soortige gerechtigheid hebben dan van die fariseeën. Dus niet van die schijnheilige huichelaars, godsdienstige mensen die van binnen
vol rotte doodsbeenderen zitten. Je moet een echte gerechtigheid hebben. De tzaddik. En in de tweede plaats zegt hij, als je de wil van mijn vader niet doet, dan kun je het koninkrijk gods niet binnengaan. Ik heb hetzelfde weer gehoorzaam, maar heel simpel. Het is niet erg populair. Het is populairder om te spreken over tongentalen, genezingen, over halleluja. Maar dit is het allereerste. Gehoorzaamheid. Ten derde zegt hij, Matthäus 18, als je niet wordt als de kinderen. Dus niet kinderachtig als de kinderen. Sommige christenen worden kinderachtig als de kinderen, maar dat is niet de bedoeling. Kinderlijk. Eenvoudig, ongekunsteld, zonder pretenties, zonder een sokkel waar je op staat en waar je niet vanaf wil komen. Kun je koninkrijk gods niet binnengaan. En ten vierde, dat lijkt wel een beetje op die van Lucas. Het is moeilijk voor de rijken om binnen te gaan, want die heeft zo'n ongelooflijke bult op zijn rug van al zijn rijkdom, maar die past niet door die nauwe deur. Ah, dit is zo heerlijk praktisch. Dit is zo onevangelisch. We hebben het altijd maar over zo'n klein waarheidje. En dat hebben we gemeen trouwens met heel veel gereformeerden net zo goed hoor. Als je nou maar bekeert, dan ga je straks naar de hemel. Dat is zo totaal onbijbels. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over de navolging van Christus. En dat mondt uit tenslotte de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God is bezig, niet jou om mij te redden, hij is bezig met een plan van deze wereld waar ik graag deel van wil uitmaken. Een geweldig omvattend plan wat tenslotte daarin uitmondt. Daar gaat het om. Dus je hebt prima gezegd, Jan. Verder, zolang je de Bijbel citeert, dan zit je altijd goed. Dan zei dat je de Bijbel laat buikspreken, hè? Dat deed de duivel ook hoor, bij de verzoeking in de woestijn. Dat moet je natuurlijk niet weer niet doen, hè? Dat moet je weer niet doen. Wie nog? Nou, een paar minuutjes. We zijn al zo lang bij elkaar, dat we zijn bij elkaar toch allemaal al lang aangestoken, dus kunnen we wel even doorgaan. Ga de gang! Oh ja, ik niet hoor. Ja, ik heb die in de oké, laten we gaan dus dat Psalm 107, die vier coupletten. Dat vierde couplet, dat is door een Philipse Eeuwse componist, Herbert Sumption, prachtig muziek gezet. Is dat een Engelsman? They that go down to the sea in ships. Oh. Ach man, nou toch. Heb je het hard op zitten studeren? Ja, als u dat op YouTube wilt kijken, dan... Hoe schrijf je Samson? Samson, hoe? Sumption. S-U-M-S-I-O-N. Sumption. Oh, wat voor... Herbert Sumption. Oké. Okay. I will see. Oké. Okay. En dat gaan we op het internet beluisteren. Goed, doen we dat. Goed, maar dan ziet u... Vanavond heeft u prachtig verteld over de bredere context. En ik had het voor mezelf eigenlijk... Zeden en zo, maar ik zie nu de Joden die terugkomen in het Rode Land. Mooi, mooi. Mooi, maar we gaan luisteren. Is dat een Engelsman? Herbert Sumption is een 20e eeuwse Engelse komponist. Oké, we gaan daarnaar luisteren. Ik ben altijd geïnteresseerd in wat nieuws. Nou, ik vind het wel mooi. We eindigen met Herman Sumption. Herbert Sumption. What's that the title of the song? The piece of music? They that go down to the sea in ships. They that go down to the sea in ships. Thank you so much. En jammer. Goed dat u vanavond gekomen bent. Als het is een doekje voor het bloeden. Dat u nou morgenavond niet kan zingen. Dat is nou jammer. Maar het is dan tenminste iets. Oh, gelukkig. Waar? Waar? Welke stad of dorp? We hadden het geboekt voor de Augustijnenkerk in Dordrecht Centrum. Joh, maar dat is prachtig. Ja. Nou, daar ben ik gewoon promoten. Ja, heerlijk, doe dat maar. Why not? Als u verder kijkt bij Canto di Lode, dan ziet u ook psalmenconcerten uit het verleden in diezelfde kerk. Dank je. Ja, tuurlijk. Geweldig. De kerk nauw verbonden met het begin van de reformatie. En zelfs met het begin van de Nederlandse vrijheid. 1572. Hadden ze er nog even niet bij bedacht, maar dat... Goed. Wij gaan deze avond afsluiten met gebed en dan zingen we nog ons slotlied.